Al een aantal maanden werd in de Leeuwardenwijk Kamminga-Buren een agressieve ree gesignaleerd. Er gaan zelfs verhalen dat er een hele familie reeën, vader, moeder en kindje, door de wijk zou wandelen. Buurtbewoner Klaas Wijnsma uit de Kingma-Staten legde onlangs het agressieve gedrag van deze pitbull-ree vast met zijn camera. Het dier schuwde de aanval duidelijk niet. Ja, ik weet het. Gertel hoort. Dik is ook al aangevallen. Ja, er is nog. Ja. Afgelopen maandag was het weer raak. Nu achtervolgde vader Ray een jongen en een meisje bij de sportvelden aan het Kalverdijkje, dus aan de andere kant van de rondweg. Het meisje werd door het dier aangevallen en de jongen probeerde hem te verjagen. Een toevallige hardloper die voorbij kwam wist het dier tegen de grond te werken, maar raakte daarbij zelf flink verwond. 112 werd gebeld, maar daar werd de melding in eerste instantie niet serieus genomen. Na een tweede alarmbel naar de meldkamer kwam de dierenambulance. Nou, ja. Nou, wat is er nou? Hé, wat is er? Niet slaan hoor. Dat mag er niet tussen horen, hè? Nee, ze gaan het beter niet slaan. We zijn niet even naar boven. Nee, ik ga niet naar boven. Ik denk dat je die meneer zo meteen moet raken. Liebes, kom! Liebes! Later op de avond heeft de dierenarts het dier laten inslapen. De reebok is waarschijnlijk afkomstig uit het bij de Kamminga-Buren gelegen natuurgebied De Groene Ster.